Ik heb een hele dag door mogen brengen met Vanessa. En Vanessa is een jonge moeder van een zoontje van 2. En het is een hele bijzondere vrouw die een heel zwaar leven achter de rug heeft. 19 jaar lang in de prostitutie gewerkt en zwaar verslaafd geweest aan heroïne en cocaïne. En ja, het is iemand die sinds kort haar leven weer een beetje op de rit heeft. Ze is nu geloof ik bijna een jaar clean. En ja, super knap. Heel bijzondere ervaring. Een hele bijzondere ontmoeting ook, ja. Het leuke is ook dat, weet je, kerst is natuurlijk toch een beetje dat gevoel van hoop en saamhorigheid en voor elkaar zijn. En ja, ik denk ook, weet je, je wil gewoon iemand het gevoel geven van je bent het waard. Je bent het waard om er te zijn en om van te houden. En wat ik heel bijzonder vond is dat toen Vanessa eigenlijk helemaal er doorheen zat en dacht van, nou weet je wat, voor mij is het klaar. Toen bleek ze dus zwanger te zijn. En daarom zing ik voor haar het liedje Samen voor Altijd. Wat natuurlijk oorspronkelijk van Mark Borsato en zijn dochtertje is. En ik hoop dat het haar extra kracht geeft, weet je. Dat het haar weer even in doet zien van, oké, weet je, Willem, mijn kleine Willempie is gewoon de reden dat ik hier nog ben. En daardoor heb ik gezien dat het leven weer de moeite waard is en lieve mensen ontmoet en zo. Dus ja, ik vind dat echt heel bijzonder. Het maakt dit concert ook extra waardevol, zo extra beladen.